Welkom terug bij Ondernemers Lounge op RTL Z vanuit Kasteel Hoekelum te Bennekom, waar we zoals iedere week zitten in onze studio in het koetsenhuis. Net als vorige week is hier aanwezig Bertil Wouda van Alpendreams. Maar niet alleen maar van het traditionele Alpendreams dat zich richt op Oostenrijk, maar ook van Villa Kroatië. Hoe kom je daar nou zo terecht eigenlijk, Bertil, met Alpendreams? Wij richten ons op Oostenrijk, zijn gek op Oostenrijk, gek op sneeuw, gek op de bergen. Het is eigenlijk een beetje gekomen door onze collega Robert. Die woont in Robert Oostenrijk. Hubers. Robert Hubers, ja. Woont in Oostenrijk en op het moment dat hij op vakantie gaat, ja, dan gaat hij richting Kroatië. En hij heeft daar een huis gebouwd. En ja, dat is hem eigenlijk zo goed bevallen, ook het hele proces, het bouwen, dat hij zoiets had van waarom gaan wij ditzelfde niet doen, wat wij in Oostenrijk doen, in Kroatië? Want daar liggen nog enorme mogelijkheden. Als ik met mensen over Kroatië spreek, dan denken mensen nog aan voormalig Joegoslavië. Ja. Aan de jaren 90. Hè? Ja. Aan de tragedies die zich daar hebben voltrokken. Ja. Maar inmiddels heeft de Kroaten dat toch wel achter zich gelaten. Niet zeker. Waar? Hè? Kroaten die willen echt dat achter zich laten en kijken vooruit. Ze willen ook echt. Dat merk je ook aan alles. Kroatië is ook lid van de EU. Het is toegetreden. Dat weet niet iedereen. Hè? Maar Kroatië is dus gewoon lid van de Europese Unie inderdaad, ja. Maar dat niet alleen, hè? En per 1 januari toegetreden tot de eurozone, dus ook de munteenheid, de euro. Lid van de VN, lid van de NAVO, Wereldhandelsorganisatie. Kroatië doet ook echt mee. En los daarvan, het is gewoon een waanzinnig mooi land. Prachtige kustlijn, bijna 5000 kilometer lang. 1000 eilandjes voor de kust, baaitjes. Nou, als je een stukje binnenland ingaat, wijngaarden, olijfgaarden. Prachtig en nog niet overlopen. En dat maakt het in vergelijking met andere landen waar je dan snel aan denkt als je een zonbestemming zoekt, ook wel weer exclusief. Alleen nog steeds onbekend. De Duitsers hebben het al lang ontdekt en omarmd. En voor de Nederlanders, die moeten die omschakeling nog maken. Ja, wat mij ook echt verraste, de bouwkwaliteit, die ligt echt hoog. Het wordt prachtig gebouwd. En je kunt er voor 450.000 euro heb je een prachtige villa met een zwembad. En de tuin wordt helemaal aangelegd met olijfbomen, et cetera. Wat zijn jullie nu aan het realiseren? Of treed je er ook op als makelaar? Hoe moeten we dat zien? Hetzelfde manier van dienstverlening als wij al 18 jaar doen in Oostenrijk. Hè? Dus mm-hmm. echt de klant begeleiden van A tot Z. Zoektocht, aankoop, eventueel beheer, eventueel verhuur, dat soort zaken, inrichting, ombouw. Kun je er ook geld mee verdienen? Je kunt het goed verhuren en uiteindelijk daar ook een stukje resultaat uit behalen. Ja, want ik hoorde wel dat er hele mooie huursommen gerekend kunnen worden voor Klopt. Die villa's. Ja, ja. Dus dat moet toch wel lukken dan, denk ik. En ja, de waardevastheid van de investering is er denk ik ook, hè? Zeker als het groeiende is. Ja, daar zijn wij van overtuigd. Dus het is echt opkomend. En ook daar, net als in Oostenrijk nu het geval is, wordt het ook uiteindelijk schaarser. Ja, het is inderdaad aantrekkelijk om in Kroatië te investeren. En daar vertellen we heel graag meer over in een persoonlijk gesprek. Ja, nou, dat persoonlijk gesprek, mocht u dat thuis willen, dan staat onderin beeld onze website. Via die website komt u terecht bij Alpendreams en bij Villa Kroatië. En dan kunt u alles te weten komen over investeren in vastgoed in Oostenrijk natuurlijk. Want dat doen jullie ook, dat is jullie core business. Hè? En investeren in villa's in Kroatië. Daarom heet het dan ook weer Villa Kroatië. Dus Bertil, hartelijk dank in ieder geval voor jouw komst naar de studio. En we zien elkaar in de toekomst opnieuw. Dankjewel.